aanbeller. Hoi Pascal, Lassandra hier. Afgelopen weken ben ik me zo aan het focussen op de examens. Het is echt een enorm deel van mijn leven gaan lopen te worden. En nu ben ik dus bang dat ik na mijn laatste examen last ga krijgen van een post-examenlip. Hoe kan ik dit voorkomen? Lasagna, geen zorgen. Je bent aan het goede adres. Ik weet namelijk precies wat je bedoelt. Een aantal jaar geleden was ik op retraite-reisje. Langs Nagpur, richting Kuntje Lik, Dildor, Masturbeta, India. En toen werd ik verliefd op een beeldschone dame. En we zaten zo op één lijn, joh. Zowel lichamelijk, maar ook fysiek. Onze lichamen perfect op elkaar afgesteld. Maar toen kwam de dip. Ik kwam thuis, bij mijn eigen vriendin. Nee, maar geen negatief woord over haar, hoor. Want we hebben gewoon een geweldige tijd gehad. Maar jezus, wat een grauw, zieloos, kleurloos, sneu, kansloos figuur. Altijd zei ik als ik aan het stappen was, altijd. En wat ik toen heb gedaan, dat raad ik jou ook aan. Gewoon lekker teruggaan. Back to the future. Maar de eindexamens zijn toch 23 mei afgelopen? Nee, dat zeg je leraar misschien. Maar heeft die psychologie die gestudeerd? Nee, ik dacht het niet. Dat zijn gewoon dingen die je zelf oplegt. En ik prik daar direct doorheen. Dus ik zeg, ga voor die herkansing. Voor tweede, hè, en als het even kan, derde tijdvak. Zo zorg je ervoor dat je niet zo snel in de gat valt. Met een mooi woord, zorg dat je die examens verneukt. Mag ik dat zeggen? Verpest. Zodat je volgend jaar gewoon weer kan deelnemen aan dit fantastische evenement. En het kan heel makkelijk gewoon jezelf drogeren vlak voor het examen of met links schrijven terwijl je rechts bent. Daar heb ik het nooit gedaan, maar ik ben ooit zelf gedrogeerd. Toen ik terugging naar India, de vrouw waarop ik verliefd was geworden, die bleek toch iets andere bedoelingen met mij te hebben. Ja, dat gebeurt soms in relaties. Dat zegt mijn moeder ook. Achteraf gezien was het misschien ook meer een man. En dan zijn we aan het einde gekomen van deze sessie en dan trek ik voor jou, net als bij elke sessie, nog even een high tea kaart. Wie zorgzaam wilt zijn, stopt op haar manier het korte lontje in de doofpot. Prachtig. Kan je daar wat mailen, Sanja? Ja, nou eigenlijk. Ja, oké, doei! One, one.